Welkom in Solstheim. Ja, welkom iedereen. Na 10 jaar. Ja. Nadat we Elder Scrolls 3, Morrowind, dubbelpunt Blood Moon hebben gehad, zijn we opnieuw terug aangekomen op hetzelfde eiland, maar er is het een en het ander veranderd in de DLC van Skyrim genaamd Dragonborn. Inderdaad, eindelijk op de PS3. Hoera. Eindelijk, ja, na het volledige DLC-debakkelen van Bethesda, daar zullen we het straks nog even over hebben, zijn we eindelijk aanbeland in het eerste DLC-pakket van Skyrim. Ja. Wat betreft de PS3 toch, want eigenlijk komt Dawnguard eerst, maar ze hebben dan gezegd dat we eerst Dragonborn gedaan. Uitbrengen. Inderdaad. En wat zien we zoal? Prachtig decor, alweer zoals we gewoon zijn eigenlijk. Alles is ook wat grijzig. Ja, daar komen we straks. Ik zal er straks op terugkomen, maar wie dat Blood Moon destijds heeft gespeeld, die gaat echt wel enkele verschillende gelijkenissen opmerken in deze Dragonborn DLC. Want Solstheim, het is dus een locatie die we al eerder eigenlijk bezocht hebben in het universum. Die architectuur van die gebouwen bijvoorbeeld, toen we dat hier ook opstarten, zeiden we van, dat is gewoon Morrowind eigenlijk. Hè. Dat is precies zo echt nostalgisch van precies thuiskomen terug. Gewoon omdat je dat allemaal herkent. En ook de muziek. Ja, dat was nog het strafste van al. Dus ik was dan onderweg aan het lopen. Waar nog geen minuutje uit Raven Rock, een van de weinige dorpjes op Solstheim. Want het is natuurlijk een relatief klein eiland. En ik stopte inderdaad eens met lopen. Echt, zo gewoon stoppen. En ik begon ze naar de vloer te kijken. Zo van, what the fuck? En jij zei dan ook van, is er iets, Joachim? Ik denk dat ik de Morrowind-muziek herken. Dat kan er misschien mee te maken hebben dat ik volop in die Morrowind-sfeer zit, maar het bleek dus dan nog te kloppen ook. Dus als je het spel opstart en je herkent muziek die niet uit Skyrim komt, het komt uit Morrowind. En zo zitten er nog wel een heleboel oude, maar ook heel veel nieuwe dingen in. Ja, easter eggs binnen, hè? Naar de vroegere games. Ja, geen easter eggs, maar knipogen zo eerder. Of gewoon de continuïteit dat doorgetrokken wordt. Maar er zitten ook heel veel nieuwe dingen in. Dus voordat we overgaan naar de verhaallijn van Dragonborn en wat er allemaal gedaan kan worden, als die smid even zijn dik gat wil bewegen... Gewoon... Nee, je pickaxe interesseert mij niet, man. Fuck off. Gewoon blijven klikken, joh. Hier. Staat in hem. Kan je bijvoorbeeld zien dat er een aantal verschillende soorten armors te maken zijn, zoals Bone Mold, Chitin en Nordic, maar er is nog een vierde waar ik nu helemaal niet op kan komen, om de naam even vergeten. Maar het is een vierde die echt nog zeldzamer is. Dus dat is dan, om even gewoon erover te gaan, dan zien jullie hoe het eruit ziet. Crap, ben eruit gegaan. Well done! Hier. Chitin. Die ken je misschien nog. Ja. Die Chitins, dat zijn zo van die krabben, hè, dacht inderdaad. Ik, in Morrowind. In Skyrim. Je ziet het begin al, hè, de verwarring. Dat gaan jullie nog een aantal keer misschien horen, duidelijk. Het loopt ook zo in elkaar over, weet je. En dan nog Nordic Armor, dat is ook wel heel cool allemaal. Vooral die helmet. Ja, maar je smidding is al 100, dus... Ja, inderdaad. Ja, we hebben intussen eigenlijk ook alles uitgespeeld. Ja. Het mysterie. Skyrim toch, van Skyrim, hè. Ja. Of toch de hoofdverhalen en de meeste quests ook. Het is allemaal ten einde, Alduin is verslagen en dan kunnen we nu overgaan naar Solstheim. Ik zal even hier naar buiten wandelen. Maar misschien dan toch nog eerst de kaart erbij halen. Kwestie dat we toch zien hoe groot het eiland precies is, voor wie het zich afvraagt. En dat is toch niet zo'n klein eilandje? Nee, dit is Solstheim. Er is toch redelijk wat te doen? Ja. Laat ons zeggen, als je alles verkent, alle quests doet, dus zowel de main quest als de side quest, als al de miscellaneous quests, alles verkent en alles dan zo uitspeelt, want je kan zo met zo'n puntje cleared zien, zit je toch zeker aan een 20-tal uur speelplezier. Ja. En dat is toch wel aanzienlijk veel voor een DLC. Zeker. Dat is echt zo, dat doet mij denken aan de uitbreidingen van vroeger. Als je dat dan kocht voor 20 of 30 euro, dat je dan ook, waar kreeg voor je geld, Tegenwoordig zijn het zomaar een paar levels of online maps. Ja, inderdaad. Ja. Of gewoon kleinere levels, microtransacties enzovoort. Ja. Om even gewoon nu buiten Raven Rock dan toch maar te verkennen, want we moeten eigenlijk naar een tempel ten noorden hiervan gaan, maar ik wil gewoon even zo de link ook maken tussen Skyrim en Morrowind, dat daar dan in die richting ligt. Je ziet zelfs in de verte, Vardenfell en dan de Red Mountain, zoals die dan heet. Een kerel. Kijk, die komen hier random tegen. Ik ben hier zelfs nog in mijn huidige save-file nog gewoon niet tegengekomen, hoor. Huh? What are you going on about? They don't want to.
I don't want to either, but I can't help it. They're in my head. What's in your secret head? Hidden things. Okay, die mens heeft problemen. Ja. I can see this going nowhere. Good luck with all that. Gedaan ermee. Nee, om even gewoon verder te vertellen. Het verschil met Blood Moon destijds is relatief groot, aangezien dat je in Blood Moon nog echt zo'n meer groene omgeving had. Een mooi eiland dat gewoon bruist van de natuur. Ja, inderdaad. En tussen Morrowind en Skyrim is er eigenlijk een soort van ramp ook gebeurd. Ik zou het me dan moeten opzoeken in de lore van Tamriel zelf en van de Elder Scrolls. Maar je ziet dus ook alles die hier echt in assen bedolven, het zuidelijke deel van het eiland toch? Ja, dankjewel. Oh crap, nu wordt hij pissig. Wow! Decapitation. Wel, dat was En hij ligt efficiënt opgelost. Elegant. Scribbles of a madman. Black slimy fingers, black slimy words, black slimy book. Get these things out of my head. Het is goed, jongen. Ik heb er korte metten mee gemaakt en gewoon je hoofd eraf gesneden. Dus dan heb je er helemaal geen last meer van. Ja. Dus, zoals we aan het vertellen waren, voordat we door die... Je hoofd erbij te verliezen. Door die hek... Oh. Sorry. Drumroll. Dus, het zuiden van het eiland... Helemaal bedolven in assen door die uitbarsting van de vulkaan die nu uitgedoofd is, zoals jullie zien. Je ziet gewoon zo'n grote rookpluim. Je ziet ook, de bomen zijn afgeknapt. Maar dat betekent dus ook een nieuw eiland, dat je dus ook wel allemaal nieuwe ingrediënten vindt. Ja, nieuwe scrolls, zoals die Scathecraw, hoe je het ook maar uitspreekt. En natuurlijk, omdat die mensen hier niks meer kunnen telen in normale grond en alles in de assen moeten doen, kan je dus ook verschillende ingrediënten terugvinden die... in assen gekweekt worden, zoals hier bijvoorbeeld die... Wacht, heb ik het hier? Is het bij food? Food. Het is bij food. Ash yam, ja. Dat wordt dan echt gewoon geteeld in... Ja, in de assen eigenlijk, het in schijnt, de grond hier. Ze zeggen zelf dat het verschrikkelijk smaakt en ja, proeft. Ja, dat was een van de eerste dingen dat we hoorden toen we in Raven Rock aankwamen. Ja. En, maar dat ze het nodig hebben om te overleven. Ook de steenstructuur en zo, het is weer prachtig vormgegeven. Ja, het is niet alsof ze gewoon... alles van Skyrim hebben gepakt en daar al die oude models hebben gebruikt en gewoon hebben gezegd van hop, hier is een nieuw eiland. Nee, ze hebben het weer goed uitgewerkt. Ook weer de mythes die in elkaar overvloeien. Ook, er is ook trouwens, als je terug wilt direct naar Skyrim en je denkt van ik ben het hier even beu, we gaan terug naar Skyrim, dan is er een fast travel optie. Huh, wat enorm handig is. Kijk, gewoon hier het pijltje pakken. Als je snel terug wilt naar de Skyrim wereld enzovoort. Want waar draait Dragonborn nu eigenlijk om? Het speelt zich dus niet op Skyrim. Nee. Maar je kan op twee manieren eigenlijk de quest aanvangen. Of het is te zeggen naar Solstheim gaan. Oftewel, loop je rond in Skyrim en word je benaderd door een soort cultist. Dus door secteleden die ineens je vragen van, zet jij Dragonborn? En dan kun je iets antwoorden. Dan zeggen zij van, jij heiden, jij gaat eraan, Mirak of Heer Mirak heerst. En dan maken ze je af, of dan proberen ze je af te maken. En dan krijg je een briefje waarin staat, je moet de boot pakken vanuit Solstheim naar Skyrim. Vanuit Whiterun naar Skyrim. Huh? Nee, dan, want de opdracht komt van hier, hè. Ah, oké. Je moet terug ook gaan. Je moet dus eigenlijk moet je dan... Op die manier kom je te weten dat ze uit Solstheim komen, of gepakt zoals ons gewoon de boot... In Whiterun. In Windhelm. Windhelm. Ah, Windhelm was het. Oké. Okay. Ik dacht al. En dan kom je hier die cultists tegen. Maar het is sowieso... Kijk, dat is dan het papiertje dat je krijgt. Board the vessel Northern Maiden docked at Raven Rock. Take it to Windhelm, then begin your search. Kill the false dragonborn known as Joachim in mijn geval, before he reaches Solstheim. And Mirak shall be most pleased. Ja. Mirak is dus de allereerste Dragonborn uit het verleden of uit de geschiedenis. En hiermee spoilen we niks, want het is al algemeen bekend. Ja, absoluut. Maar hij wilt u dus dood om een of andere reden. En ja, je gaat natuurlijk op onderzoek naar Solstheim om uit te zoeken waarom wat, die wat dat hij in godsnaam weer tegen u heeft. Weet ik ja, veel. Je hebt altijd iets misschien gedaan, heb je ooit iets op zijn tenen letterlijk getrapt of zo bij het passeren, wie weet. Is uitgegaan met zijn zus of zo. Ja. Kan gebeuren. Stel je voor. Het is iets dramatischer dan dat. Hoogstwaarschijnlijk. Maar dus... Het is een draakje. Dat is eigenlijk hetgeen waar het dan om draait in Dragonborn. Ja. Qua lengte zit het redelijk goed voor een DLC. Want je hebt dus ongeveer een derde aan quests.
van de main storyline. Ja. Dus dat is toch redelijk veel. Een significant aantal, nee, ja, inderdaad. Zeker voor een DLC weer. Hè. En dan nog een heleboel sidequests. En dan nog natuurlijk veel meer kleinere miscellaneous quests. Ja. Nu, ik heb hier echt nog geen enkele vijand tegengekomen. En ik vraag me echt af waar dat hier allemaal zitten. Intussen zien jullie wel natuurlijk... Is er geen ore? Ja, er zijn ores. Oh. Dat zijn geen ores. Ah, dat zijn wel nieuwe vijanden hier, zie. Oh. Jumping Flame Spiders. En die doen mij redelijk veel pijn. Dit is wel bijvoorbeeld een soort van nieuwe... Oor, dus nieuwe grondstof. Ja, erts. Ja, allee, het is te zeggen, dat zijn eigenlijk gewoon smaragden. Of mm-hmm. rubies, ja. Nee, emeralds zijn smaragden, hè. Mm-hmm. Rubies zijn... Robijnen. Die kan je dus nu wel hier ook vinden. Hearthstone kan je bijvoorbeeld ook nu... Looten, hier vinden. In bergwanden. Dus er is echt op van alles wel uitgebreid. Ja, ze hebben op elk vlak eigenlijk een beetje content bijgevoegd. Ja, nieuwe wapens, nieuwe spells... ja, nieuwe grondstoffen dus ook. Mm-hmm. Nieuwe armor. Zoveel drakenbones dat hier liggen. Uw armor zou direct gemaakt worden. Ah ja, zijn. En over dragons gesproken. Nieuwe dragon shouts, nieuwe spells, nieuwe kleren. Ja. En bovenop die nieuwe kleren ook nog dan eens de mogelijkheid om dus een draak te bereiden. Wat eigenlijk iets is waar veel mensen naar hebben uitgekeken. Ja. Het is een beetje anticlimactisch wel, moet ik erbij vermelden. Want ja... Je maakt het altijd zoveel indrukwekkender in je hoofd. Van, mm-hmm. oh, ik kan een draak bereiden. En na een tijdje zegt je zoiets van... Ja, eigenlijk is het gewoon een paard, maar dan in de lucht. Mm-hmm. Om het zomaar een beetje te plastisch simplifiëren. Te stellen, ja. Ja, om het echt zo te herleiden naar iets simpel. Maar het is wel leuk dat de optie erin zit nu natuurlijk. Ik ben even aan het rondkijken of ik hier echt niks meer vind van vijanden, maar... Ja, op deze bergflank niet direct. Nee. Maar er zijn ook wel heel gewone vijanden in, zoals Frost Trolls. Dat zijn nu... konijnen en daar zie ik een wolf lopen, maar die zijn niet vijandig. Zo'n jonge wolf. Ja, ik kan hier eigenlijk blijven rondlopen en alles tonen, maar dat kunnen we niet, want daar hebben we geen tijd voor. Maar het is ook weer zo mooi, hè. Oh. Het nadeel ja, wel mooi. Van typisch Bethesda buggy game. Ja, de DLC... Niet zo enorm storend en ook niet echt game crashend, want we hebben nog geen game crashes meegemaakt. Nee. Of freezes. Nee. Maar ja... Ze hebben wel natuurlijk de reputatie ook tegen en die wordt helaas af en toe toch bevestigd. Ze staan inderdaad vaak bekend om hun buggy games en de DLC. Oh. Heeft inderdaad toch wel wat foutjes, voornamelijk bij de AI heb ik opgemerkt. Want mm-hmm. als die dan mij ineens aanvallen, dan heb je soms ineens dat die stoppen met aanvallen. En dan staren die zo soms een paar seconden aan en dan hervatten ze terug hun aanval. Zo heel vreemd, omdat ik ja... Ik sta daar gewoon met mijn zwaard en dan ineens pauzeren die gewoon met wat dat ze doen. Mm-hmm. Heel vreemd. Dus ja, er zitten wel bugs in, maar dat is dan ook ver het enige minpunt in het spel. Mm-hmm. Want, nogmaals, vooral hetgeen dat je hier krijgt, moet je niet zoveel betalen. Nee, zeker in de eerste week trouwens. Ik ga wel mijn quest laten lopen nu. Ja. Mijn gesprekken met Freya. Ja, inderdaad. Het ding is zo dat je dus €7,99 voor deze moest betalen, maar intussen is dat een week geleden en is dat dus afgelopen, dus je betaalt weer de volle pot, ja. Namelijk €16,99. Wat nog altijd eigenlijk vrij weinig is voor iets met deze inhoud, vind ik. Ja. Het is... De grootte van de DLC is trouwens 1 gigabyte ongeveer, 900 en megabyte. Ja. Dus dat is weer een flinke hap om binnen te halen en voor die prijs... Valt dat allemaal zeer goed mee en is dat toch zeer rijk weer ook van geschiedenis, van quests, van items. Eigenlijk ja, veel meer diepgang weer gecreëerd dan... Ja, er zijn eigenlijk ook nieuwe boeken bijvoorbeeld. Ja. Dat ook al. Dus nog meer informatie. Meer spells. Het is op elk vlak eigenlijk dat ze gewoon hebben uitgebreid. Ja. Dat maakt het toch wel... Dankjewel. Wat een hack and slash. Ja, dat maakt het allemaal toch wel heel speciaal. Kijk, nog een klein... Klein puntje over het plot dat je misschien hier kan weggeven. Het is geen spoiler. Maar is dit ook... Ze zijn hier zoiets aan het ontwerpen of aan het maken voor die Miraak. Mm-hmm. In een of andere trance, maar... Ik zeg het, daar gaan we dan verder ook niks over klappen. Nee. Dat is aan jullie om te verkennen. Inderdaad. We gaan wel op zoek naar de Temple of Miraak. Of toch in de Temple ja, want van Miraak. Je hebt hem anders al gevonden. Ik heb hem gevonden. Well done. Maar je hebt dus ook... Hey, op zich gewoon andere tempels en gewoon andere quests. Mm-hmm. Als ook een heel coole easter egg van zo'n tovenaar, dat je gewoon tegenkomt. En dan ineens komt hij gewoon het random tegen en dan zegt hij zo van...
I can fly, I can fly. They said it was impossible, but I can fly. En dan schiet hij gewoon de lucht in. En ik zat daar ook zo naar te kijken van... Wat gebeurt er nu? Oké dan. En ineens, I can fly. En dan komt hij zo neergestort. En dan ligt dat lijk daar zo. En ik stond daar echt aan te kijken van... What the fuck is dit? Wat is hier gebeurd? Blijkt een easter egg te zijn naar Morrowind, want blijkbaar is in die game ook zo'n tovenaar is aan bod gekomen die ook gewoon het random gewoon... De lucht in schoot. Ja. Wist ik niet meer. Het is zo lang geleden dat ik gewoon de referentie niet door had. Maar wel tof dat ze die verwijzingen er ook weer allemaal in steken. En gewoon, het is een van de droogste dingen ooit die ik al heb meegemaakt in Skyrim. Dat was echt zo, gewoon het random, die kerel die staat daar dan, komt die tegen, die staat daar tegen zijn eigen te mompelen. En dan euforisch, extatisch, schiet hij de lucht in. Tegen echt Superman-snelheden. Launch. We have liftoff, Houston. Echt. Ja, en nu gaan we dus eigenlijk een story quest beginnen. Want ja, we gaan dit is eigenlijk het begin van het spel. Ja. Van de main quest alleszins, maar we gaan niet te veel tonen. Trouwens, we kunnen ook niet te veel tonen, want die main quest duurt ook wel even. Ja. De eerste missie alleen al, en dat getuigt dan nog maar eens van hoe groot dat het spel eigenlijk is. Trot, White is wel niet zo moeilijk. Ja, loopt er anders achter en gaat dood. Zo gaat hij naartoe? Ik weet het niet. Naar de uitgang. En we looten weer. Want dat doen we graag. Ja, dan moet je niet. Even meer op die cultists wel concentreren, want. Dat heb je wel. Want ze komen later echt ook met pakken op je af en dan. Heb je echt 3 of 4 van die mannen dat dan met magie op je bezig zitten? Wat toch wel snel voor damage zorgt. Ja. Dit is ook dan weer zo cool, hè? Zo van die ruïnes met van die vallen. Ja. Zo typisch Skyrim. Maar wel allemaal opnieuw heel mooi verzorgd. Naast de bugs. Naast de bugs. Ja. Altijd en ja, jullie gaan je nu misschien afvragen. Gaan jullie daar echt een lagere score ook voor geven omdat Bethesda het heeft verknoeid? Met dat ze dat niet geprogrammeerd krijgen. Ik vind dat dat niet eerlijk is. Het is geen pure play, dat gaat over hun service. Het gaat over de inhoud en de kwaliteit. En daar moeten we echt eerlijk over zijn. Dat is allemaal top-notch. Dat is een van de beste DLC-pakketten die je zelfs gewoon kan terugvinden tot op heden. Inderdaad. Van eender welk spel. Ja. Op de PlayStation Store. En meestal, Bethesda heeft wel een buggy reputatie. Maar ze hebben ook wel de reputatie van het snel te patchen. En toch wel het zo goed mogelijk daarna geoptimaliseerd te krijgen. Ja. Dus, neem natuurlijk niet weg dat het... Geen tweede keer eigenlijk mag gebeuren wat dat ze hebben uitgestoken. Of wat dat ze niet misschien hebben uitgestoken. Aangezien dat ze het niet opgelost kregen. Dat is 1. Ja, of zo goed als 1. Hop. Stamina is wel op. Dat is niks. We zullen straks een potiontje nemen. Een potiontje. Zo, die nog. Dat is de Nee, is wel... Wow, doet hem niet veel hoor. Nee, maar het zag er indrukwekkend uit. Het kittelt maar een beetje. Hier ook, dat is volledig nieuw zelfs. Hè. Die cultist robes, dat zit er... Dat zat er niet in. Inderdaad. Hoeveel zou jij de game geven? De game geven. De game geven? De game geven. De DLC, hè. Dragonborn. De Dragonborn DLC zou ik een score geven van... Ja, het is echt zoveel om in rekening te brengen hier. Mm-hmm. Hè? En bij DLC is dat ook altijd zo moeilijker om daar een score op te plakken. Omdat het geen volwaardige game is natuurlijk. Omdat je dan toch, €16,99. Moest je Bethesda al vergeven hebben voor wat dat ze hebben uitgestoken en dat ze zo laat zijn met de DLC-pakketten van Skyrim tot nu toe. Zou ik zeggen, schaf hem gewoon blindelings zelfs aan. Want het biedt meer van hetzelfde, maar dan... Op een goede manier. Ja. En dan zou ik er toch een score op plakken van 84. En dat lijkt me toch wel een verdiende score ook. Ik zou ook zoiets geven. En zeker qua DLC-niveau tikt het weer... geeft het weer hoge toppen. Alleszins. Ja, mijn excuus. Het is even met die Deathlords hier. Want dat zijn echt van de zwaardere vijanden. Echt zwaardere Droggers. Dus mensen die Skyrim nog altijd niet binnengehaald hebben... Koop het en koop deze. Ik denk dat die mensen zelfs niet bestaan. Nee, mensen dat geen Skyrim hebben, die bestaan niet. Mag niet. Dan zijt je oftewel into gaming of niet into gaming. Als je niet Skyrim hebt, dan zijt je geen gamer. Nu gaan we waarschijnlijk allerlei vuile comments krijgen van mensen dat zeggen: ik speel niet graag Skyrim, ik ben wel een gamer. Dat kan wel zijn, in dat maar geval, het is toch een topper. Je weet niet wat je mist. Inderdaad. Trouwens, nog een kleine detail misschien.
Ja? Ja, nee, ik ben even weer... Oh, die Deathlord is altijd goed. Blijf gewoon slaan. Wij komen hopelijk ook met een pure play af van de DLC-pakketten van Hearthfire en Dawnguard. Inderdaad. Die deze week en volgende week verschijnen. Natuurlijk, tegen dat die verschijnt, gaat die korting voor die pakketten van 50% ook al verdwenen zijn. Ja. Dus moest je twijfelen, wij zouden zeggen... De kans is zo goed als onbestaande dat die DLC-pakketten op niks gaan trekken. Ja. En voor 50% eraf is dat absoluut niet te missen. Dus ik zou zeggen, haal die alvast binnen, maar wij komen alvast toch nog wel terug. Om je de nodige informatie te verschaffen. Normaal gezien toch. Ja. Het is niet helemaal definitief. Kijk er naar uit, alleszins. Wacht, ik was nog even hier alles aan het looten. We kijken er... absoluut naar uit. Absoluut. Dragonborn ligt in de winkelrekken, of toch in de digitale winkelrekken. Inderdaad. Voor... Wow. Oh. Altijd cool. Wow. Altijd cool. Voor €16,99. Moest je hem binnengehaald hebben voor €7,99. Goed voor jou. Dat wil zeggen dat je veel geld niet alleen hebt uitgespaard, maar nog eens een heel coole DLC-aanvulling binnen hebt gehaald. Inderdaad. Voor een van de beste games dus ervoor, die ooit is gemaakt geweest. Ja, en dan... kijken wij alvast uit naar de volgende DLC-pakketten. Ja, tot de volgende. Tot de volgende. Bye.